kersensap wat doet dat uh, op herstel? Voor sporters, nou. Ja. Wat hebben we gevonden? Nou, en uiteindelijk heel veel studies. Heel veel studies, ja, ja. Jurgen. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren met kersensap. Zinvol of onzin? Niet alleen Jonas Vingegaars prestaties op de fiets spraken tijdens de afgelopen Tour tot een verbeelding, ook de razendsnelle manier waarop hij een fles kersensap na de rit wegklokte, viel de wielenfans op. Zijn antioxidanten misschien het geheim achter het succes van de Jumbo Visma ploeg? Of had Vinjekaart gewoon zin in een frisse fruitdrank? Wat zit er precies in kersensap? En kan een atleet hier baat bij hebben? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Hey, Gerrit. Goedemorgen. Goedemorgen. Het zijn drukke weken. We zijn goed en wel onderweg in seizoen 8. Vorige week veel leuke reacties gehad op onze aflevering over beachvolleybal. Mm -hmm. We zitten midden in het toernooi. Uh, gisteravond stond ik nog in Rotterdam. Uh, zondag ben ik weer de hele dag, maar dan uh, als toeschouwer. Tussendoor morgen <laughs> de... nog even de Heuvelrug Triathlon. Ja. Kortom, het is uh, alle zalen bij. Het is uh, goed rustig, goed herstellen. Ja. Misschien ja, moet ik jou wel zeker. even iets inschenken wat Wie hier weet. staat. Ja. Wij zijn normaal uh, jouw wekelijkse kop koffie, zeg ik even tegen onze luisteraar. Maar ik heb hier uh, een flesje staan. Krachtsap. sap. De natuurlijke kracht van kers heb ja, jij meegenomen. Zeker. Waarom? Ja, dat is uh, uh, naar aanleiding toch van een hoop reacties die we kregen. Uh, over uh, ja, het, het kersensap, wat de Jumbo-Visma-ploeg, in ieder geval Jonas Vingegaard, uh, na afloop van die, uh, de tour etappes tot zich nam. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat roept natuurlijk vragen op. Van, ja, uh, wat, wat is maar, dat? Waarom ja, doet hij dat? Is dat, uh, is dat het grote geheim? Dat is, nou ja, is het iets nieuws? Nee, daar komen we nog wel. Oh, dan op. Geef, je al, uh, geef je hem al weg. Maar, uh, want uh, al eerder was eenzelfde discussie. Dat is wel grappig. Hè? Dat uh, vorig jaar gaande rondom de Vuelta in België. Ja. Toen Evenepoel ook, uh, ook had, aan nam, de Ook aan de Ja, zat. ja dus, dus daar is iets. Ja. We kregen vragen via de mail: Post, Ed Slimme Podcast van onder andere Ed Blok. Ja. We kregen vragen via Instagram. Ed uh, Slimme Podcast. Kan ik kan me herinneren. Martin Brederk. Jerry ja. Cornelissen ja. uh, ebden hem uh, laatst nog door. Dus veel luisteraars valt het op en die zeggen, ja, slimme presteren podcast. Ja. Leg ons eens uit, hoe, uh, wat zit er eigenlijk in kersensap Wat is de werkzame stof? Hoe zou dat dan uh, moeten werken? En uh, hoeveel moet je dan nemen? Ja. Hoeveel atleten doen dat? Leuk. We, hebben, we gaan straks zoomen met Vroemen, onze sportarts en topcoach. En die heeft deze week ook, uh, of uh, onlangs... Onder al zijn atleten ja. even een vraag uitgezet: wie van jullie zit er eigenlijk aan de korst? Ja, ik Ben benieuwd wat eruit komt en waarom. Dus dat ja. uh, horen we aan het eind en van de aflevering. Of dat aflevering. overeenkomt met de studie die ik gevonden heb bij een uh, grote groep atleten. Ik wou zeggen: ja. we gaan natuurlijk dan kijken uh, wat zegt de wetenschap en is dit dan zinvol of onzin voor atleten, zoals ja. jij en ik. Uh, voordat ik <laughs> dat weet. Ik heb hier wat glazen staan. Als jij nou eens uh, dadelijk uh, bij het begin begint. over uh, wat er dan in Kerststap zit. wat ja. zo behulpzaam zou zijn. dan uh, zal ik een, uh, eens even voor jou, voor mij. en voor onze producer Sander. een glaasje Kerststap. Nou, lijkt schrijven. me heerlijk. Kijk, het, ik, ik. hoopte eigenlijk ook nog. Uh, wat verse Kersen mee te nemen. Maar het, het is het seizoen niet meer, hè? Denk ik. Uh, dus ik, uh, nou ja, ik... We hebben een leuke local link. Wij zitten hier in, in de Utrechtse Heuvelrug. Ja. Koten is natuurlijk ja. het dorp van Nederland. Ik heb uh, bij deze meteen, er is een kersenrun uh, in juni. Die heb ik twee jaar geleden meegelopen. Is fantastisch, omdat je eigenlijk, nou, dat hele dorp is bezig met kersen op dat moment. En uh, je loopt in die loop dwars door de, de boomgaarden heen. Dus je uh, rondom je heen uh, kersen. En ik moet zeggen, ik liep uh, best wel goed daar. Dus misschien is het toch de invloed van de kersen toen al geweest. Nu ik meer weet over kersensap. Hè? Dus, uh... ik, werd, ik werd wel bij de hand. Ik was natuurlijk in de supermarkt aan het zoeken. Voor de kijkers op YouTube, die zien hier ook staan. Een blikje cherry coke. <laughs> ja. Ik denk, zou dat ook werken? Cola, koolhydraten werken. En ik kon er ook niet laten om een vers zakje Haribo Happy Cherries ah, mee te alles, nemen. Ja. Want uh, we hebben al eerder geleerd, wijngums en uh, suiker is sowieso goed voor de prestatie. Maar begin eens bij het begin, ja. uh, Jurgen. Wat zit er in kersen ja, wat sporters zou helpen? Nou, in eerste instantie denk ik natuurlijk, oh, dat is gewoon een een fruitdrank, dus uh, daar zitten koolhydraten in, hè? In fruit, dus dat is gewoon suikers die je neemt. En dat is natuurlijk nog steeds de vraag van uh, als ik op dit etiket krijg. Kijk, dan staat daar uh, in ieder geval in. Op Kijk maar van. Even. Uh, nou ja, goed. In dit geval is het krachtsap. Is wel uh, speciaal gemaakt van uh, een zure kers. En daar komen we misschien ook nog wel even op. De Prunus serasus. Een plant die tot de rozenfamilie uh, behoort. Dus er zijn verschillende soorten kersen. Daar kunnen we het ook nog eens over hebben. Nou, in dit geval staat daar hier gewoon op het uh, per portie 100 milliliter. Nou, vetten niks natuurlijk. Koolhydraten 12 gram, waaronder suikers 10 gram. Een beetje vezels, een heel, heel amper eiwitten en heel weinig zout. En dan ga ik, ik denken. Zit, uh, ondertussen om slok te proeven. Ja, zuur? Ik moet zeggen, ja, zeker ja. zuur. Ja. Visueel gezien ziet het eruit als een glas bietensap. Ja. Mm -hmm. Dat is ook waar Jerry aan refereerde. Jerry Cornelis schreef op Instagram: Is dit nou ja. het nieuwe Bietensap? Voor iedereen die uh, onze podcast nog niet zo lang luistert, ga maar eens even helemaal terug naar. Ik durf het niet aan mijn hoofd te roepen. maar uh, seizoen 2, denk ik, of seizoen 3. Uh, Bietensap, doping voor de amateur. Um, wat daar interessant was. en dan komen we misschien in deze aflevering achter. dat dat Bietensap was wel aangetoond dat het prestatiebevorderend werkte. maar alleen bij mensen die niet veel sporten. Ja. Minder bij uh, topatleten. Ja, dus jij en uh, vooral, uh, nou ja, daar gaan we het over hebben tijdens inspanning. Terwijl uh, dit toch vaak, nou ja, ik Na afloop. afloop van. Heb jij het, uh, ben jij een, uh, heb jij het wel eens gedronken? Ik uh, nee niet op deze manier. Is, is, is dit wat wij nu drinken, zo'n zo fles, een liter fles sap? Is dit ook wat vinekaard dronk? Of is dan het weet... net zoals bij de bieten, dat je dan weer een of ander concentraat je moet hebben? Je weet het ofzo? niet precies. En dat is denk ik het hele probleem ook, ook met de studies die gedaan zijn. Doseringen die zijn uh, ja, worden wel ja, worden vaag omschreven. Um, Plus, nou ja, bij Jumbo Visma, als ik dan ga roelen, kom ik alleen maar uit van dat het, de Bischopmolen in uh, Maastricht, waar ook het brood uh, voor hun gemaakt wordt, of broodproducten, dat die hun uh, kersen daar uh, uit de Bemelen halen. Dus heel lokaal. En dan hebben ze een leuk receptje met kersen. Daar zijn um, ze allemaal open over. Ja, op die manier wel. Uh, ik weet van uh, Poel, die dat werd toen gezegd, die, uh, die haalt zijn uh, kersensap bij uh, 6D. Nutrition. Oké, okay. dat is een, 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 een supplementenbedrijf uh, uh, vanuit België in samenwerking met. Moeten wij ook de weer even, hè, als je ja. zulke merken noemt. Op dit moment is onze podcast nog nee, niet, niet gesponsord. Nee. Zeker niet door supplementenmensen. Als we een sponsor hebben. Hoor je hem in onze vaste rubriek de koffiepotsponsor. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende fabrikanten al die het aanbieden. Ik heb even gekeken bij die 6D Nutrition, die is in samenwerking met de Universiteit van Leuven. Peter Hespel is de hoogleraar daar. Die heeft ook veel geschreven, bijvoorbeeld over ketona. Ik wou zeggen, dus, die naam hebben wij ja. gehoord in de ketona. Dus dat is wel een man die in ieder geval verstand heeft van uh, ja, wat doen bepaalde uh, voedingsstoffen op metabolisme, energiestofwisseling. Alleen dan ging ik, ik wilde eigenlijk het echte spul dan, het evenepoelspul. poolspul. Nou, het was uh, behoorlijk aan de prijs, zag ik wel sowieso. Ik kan me nou, nou ja, praat over 30 uh, euro en ik weet niet hoeveel je dan precies uh, nodig hebt voor een, voor een pot. Oké. Okay. Um, maar allemaal uitgekort. Zijn kort. het dan pillen? Ja, nou ja, ik denk dat je je kan dus kerstensap krijgen in de vorm van, nou als sap, maar ook als uh, concentraat, als gel. Als pillen, als poeder. Oh. En ja, daar heb je het al. Uh, dus ja, verschillende vormen. En eigenlijk per portie, wat ik in ieder geval lees, de studies die gedaan zijn. En die ik dan aanneem dat die renners dat we, uh, ook nemen. Uh, dan gaat het om 100 à 200 kersen, die dan per portie verwerkt zijn. 100 best, tot 200 kersen. Dat is wel veel, hè? Zonder pit gewogen. Ja. 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 En uh, dus uh, de vraag is: of nou ja, goed, ik denk nog steeds finger guard. Wat zat er in die fles? Zat er alleen maar ja, kersensap? Of uh, hoeveel ja, was dat geconcentreerd? Spul was dat speciaal voor hem gemaakt? Waren er nog suikers aan toegevoegd? Want we weten van Cas Fux natuurlijk hoe belangrijk het is. Als je de volgende dag wilt presteren om je glycogeenvoorraden ja. uh, aan te vullen, ja, dus dat, die hey, vragen zijn Jona, er al. Jonas Vingerkaart, ik, ik las het net voor in mijn intro, uh, die dronk dit ja. direct na ja. aankomst. Dat heb ik gezien, Dan had hij zo'n bidonnetje. En is er, heeft Jumbo ergens, Jumbo Visma, ergens in de media of iemand ooit gezegd waarom die dat doet? Ja, is dat herstelbevorderend? Of? Ja, herstel Het is okay. goed voor het herstel. Dat okay. is eigenlijk nou, okay. bij, bij herstel, dat zeggen zij ja. Bij herstel kun je ook denken natuurlijk, oh, dat is gewoon uh, suiker, glucose, suiker, ja, ja, koolhydraten. Nee, maar uiteindelijk, als jij uh, teruggaat naar de studies die gedaan zijn, en eigenlijk sinds 2003 is er, er zijn echt veel studies gedaan. Zijn er gedaan. veel studies? Ja, ja. En, uh, maar er zitten ook, moet je goed kijken, door, uh, door, de, de kersenfabrikanten zitten daar ook wel achter. Um, ja, ja. berucht, hè? De, 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 kersen, de studie, die willen natuurlijk hè? verkopen. Uh, nee, uh, waar het om gaat is de stof anthocyanine. Oké. Okay. En dat is een polyphenol. En een polyphenol zit eigenlijk, uh, ja, dat dus komt uit planten. Het mm -hmm. uh, is een fenol, een bepaalde chemische structuur. Hoe heet die stof? Uh, Antocyanine. Antocyanine. Ja. En is die typisch voor kersen? Die is typisch voor kersen, maar zit ook in druiven en rode kool bijvoorbeeld, Aha. heb okay. ik gevonden. Okay. Dus, uh, nou, en aan die stof worden een aantal uh, karakteristieken uh, verbonden. Mm -hmm. Eén het belangrijkste is ik, dat het een antioxidant is. Hé, hey, daar ja. hoorden we eerder over. Onder andere nog niet zo heel lang geleden in de aflevering met Matthijs ja. Hesselink. Ja, kunnen we zo nog even uitleggen waarom oxidanten, antioxidanten, antioxidanten. Misschien waarom moeten we het zijn? doen, want ik luisterde ja. die aflevering terug en toen lieten we dat een beetje hangen. Ja, nou ja het idee is: waar, ont, antioxidanten zijn best wel populair, denk ik, uh, ja. bij, bij, bij sporters om die te gebruiken. Omdat het idee is van: uh, ja. Uh, inspanning gaat gepaard met de productie van oxidanten of, nou ja, oxidatieve sto stoffen, ja. vrij radicalen worden genoemd. Ja. En die worden vaak geassocieerd met, oeh, celschade. Ja, en dat is ook zo, want er is, kijk, die kunnen, vrij radicalen, dat zijn eigenlijk. Uh, stoffen die heel makkelijk binden, elektronen kunnen afstaan of weer opnemen. Uh -huh. En op die manier eigenlijk uh, aan alles wat uh, ja, uh, heel, heel snel in contact kunnen komen, bijvoorbeeld met DNA uh -huh. of met eiwitten in de cel uh -huh. of met vetten. Uh -huh. nou, je, als dat gebeurt met DNA, dan geeft dat een mutatie. Oké. Okay. Nou, dus geeft schade eigenlijk, of in ieder geval een verandering in structuur. En dat kan je ook met eiwitten krijgen. Dus... Enzymen in een cel bijvoorbeeld werken dan ineens anders als zij uh, aangevallen zijn in dit geval, zal men zeggen, door een, uh, een oxidatieve stof. Ja. En die heb je gewoon in het lichaam. Die worden geproduceerd uh, onder andere juist tijdens nou ja, inspanning. Ja. Vaak met metabolisme te maken. En daar had. Uh... En wat Matthijs ook Mathijs, zei, met name ja. ook op het moment dat het inspannen stopt, toch? Terwijl de hele machinerie nog aanstaat, ja. maar jij bent gestopt. Maar met dat bewegen. is in het geval van de mitochondria. Ja. Als je puur de ja. mitochondria ja. kijkt. Maar ja. er zijn ja. ook andere plekken waar eigenlijk continu elektronen worden afgestaan, opgenomen als onderdeel van het genereren van energie, maar ook bij een ontstekingsreactie. Ja. Uh, immuuncellen, witte bloedcellen. de manier waarop zij eigenlijk. Uh, de, de aanvaller uh, ja, willen wegwerken. Mm -hmm. is ook door de productie van. Uh, van vrij radicalen. Okay. Kijk, die willen gewoon die, die dus aanvaller. als een bacterie bestaan. per se slecht. Nee. nee en ze en zijn aanwezig best... in je lichaam. Ja, en die hebben dus een functie. want daarnaast zijn ze ook belangrijk. en dat zei Matthijs ook al. Voor bijvoorbeeld de aanmaak van nieuwe mitochondriën. Het, ja. het is een signaalmolecuul. Ja. Blijkt ook dat bijvoorbeeld de optimale uh, spierkracht in de spiercel... Ja. Dat die... Uh, die heeft een, een curve met een optimum. Mm -hmm. En uh, die, da, daar is een bepaalde concentratie oxidanten... Uh, die zorgt voor dat optimum. En als Aha. je... Dus dat, er is dus een balans. Maar Jurgen, we weten toch ook... Dat... Te veel oxidanten, ja. of in ieder geval overschot aan oxidanten, wordt gerelateerd aan. En ik ben ja. iedere keer heel voorzichtig, maar ik heb het kanker. idee. Kanker toch? Ja, Zeker. Ja. Ja. En dat is volgens mij nooit één op één aangetoond. Ja. Maar wat aangetoond is dat antioxidanten zouden helpen. Hoe, hoe zit het nou? nou ja, en Vind en het ontzettend glad uit. Kanker, uh, hart- en vaatziekten, die worden ook vaak gezien of uh, als een uh, low grade, een uh, lage graad. Uh, ontsteking, alsof ja. je continu ontsteking hebt in je bloedvaten in ieder geval. Ja. Nou ja, en waarbij dus vrij radicalen geproduceerd worden. Ja. En als je die op deze manier kan wegvangen, dus met antioxidanten, dan zou dat kunnen helpen. Diabetes eh, wordt er ook mee geassocieerd. Ge Vandaar de populariteit van antioxidanten. Van antioxidanten op verpakkingen ja. in, in, in ja. de media, in de voedingsleer. Maar ja, fysiologisch ja. gezien zegt iedereen: van ja, eh, waarom zijn die oxidanten? Die hebben dus een, een belangrijke rol in een normaal functionerend lichaam. Wat ik ja. zei als signaalmolecuul. Ja. En bovendien heeft het lichaam maakt dan zelf ook antioxidanten aan mm -hmm. om een beetje die balans te houden. Ja. Dus die kan reageren op. Het lichaam op. continu naar ja. op zoek. Ja. Dus, uh, is er die... even, even nog één nieuwsgierigheidsvraag en dan gaan we weg uit de antioxidanten, anti ja. terug naar de kersen. Is er iets in onze huidige westen of moderne leefstijl waardoor er meer oxidanten in ons lichaam zitten? Ik bedoel, is dit, ja. heeft dit te maken met een welvaartsziekte? Ja, dat mogelijk hè. Ik ja, blijf hier voorzichtig ja, zeker. Want ik, ik er zijn jou, ze andere komen manieren vrij bij ja. bewegen, maar dat ja. is iets gezonds. Ja. Zijn er ook andere redenen nou, waarom ze Kijk, omstaan? er is bijvoorbeeld aan de ene kant meer bewegen het lever maakt ook aan de ene kant meer oxidanten aan, mm -hmm. want het is gekoppeld aan inspanning, spiercontractie. Aan de andere kant gaat ook je aantal uh, antioxidanten in het lichaam omhoog. Ja. Um, kijk, voeding is wel een belangrijke. We weten in ieder geval dat Alcohol, roken, ja, daar weet je van, die. dat is gewoon dan krijg je een extra stoot. Oxidatieve of vrij radicalen worden daar gemaakt. Dat okay. zal waarschijnlijk met bepaalde voedingsstoffen, mm -hmm. ook zijn ongezonde voeding. Mm -hmm. uh, ja, we hebben natuurlijk uh, twee weken geleden gehad over uh, vuile lucht. Hè? Ja, luchtvervuiling. Dus... Dat is ook natuurlijk een bron eigenlijk van oxidatieve ah, ja. stoffen. Okay, dus okay. ja, je moet veel, wat breder kijken dan. Uh... Dus het grote plaatje is: je hebt oxidanten, antioxidanten. Ja. Dat zit gewoon in je lichaam. Uh, Te veel oxidanten is slecht. Wordt ja. geassocieerd met bijvoorbeeld de uh, ontwikkeling van kanker. En daarom is er een populariteit aan antioxidantenstoffen. Ja. Ja. Die zijn dan quote-unquote gezond. Ja. Zeker als je rookt, alcohol drinkt of, of ja. vieze lucht inademt. Ja. Alleen je moet dus opletten dat je niet zo gek moet gaan dat je alle oxidanten weghaalt? Want dan ben je ook nou, weer... Nou ja, dat is misschien de discussie. Ik, uh, me, hoezo alle... Ont het probleem zit hem dat die oxidanten, die oxidatieve stoffen, die zitten overal. Ja. Gewoon in de cel, in de ja. mitochondriën, na ja. afloop van... Ja. bij in de buurt van celmembranen. En, en, en dus als jij een antioxidant neemt, ja. gewoon... Oraal, dus als pil of als drankje, ja. Dan weet je eigenlijk bij God niet waar het allemaal wel en niet terecht komt. En dat heeft ook met de structuur natuurlijk van die dingen te maken. Mm -hmm. Kijk, voor glucose zijn er speciale transporters, voor uh, bepaalde uh, zouten zijn er speciale kanalen de, mm -hmm. in in membranen. Dat is eigenlijk de uh, het om... celmembraan, ja. nu over. Ja, de om omhulsel van een cel. Dus uh, iedereen zegt ja, je kan wel van alles nemen, uh, maar Waar of het uiteindelijk op de plek terechtkomt waar een te veel is aan oxidatieve stress of uh, ja, uh, radicale dat, we dat weet je eigenlijk niet. Nee. En dat is het hele probleem met heel veel onderzoek, uh, waardoor, nou ja, de, en dat is ook wel het interessante van. Er zijn heel veel anti o, antioxidanten inmiddels. Kijk, vitamine A, C, E horen mm -hmm. er ook bij. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld ook zink, selenium, dat zijn mineralen eigenlijk. Mm -hmm. En dan heb je die hele groep polyphenolen, waar mm -hmm. bijvoorbeeld anthocyanine bij hoort. En dan zijn we weer terug bij kerstensap. Ja, ja. Uh, curcumine wordt genoemd. Dat is ja. uit, uit de ge geelwortel. Kurkuma. Uh, uh, ja. Nou ja, je, je kan het zo gek niet bedenken. En uh, de meest exotische namen horen erbij. En die eigenlijk, ja, dat zijn er wordt wel gezien als een soort. Uh, brede antioxidant. Ze weten eigenlijk niet precies is het nou, want je hebt verschillende oxidatieve stof, stoffen, of ze nou specifiek voor één stof be beter wegvangen of dat soort ja, eigenlijk. Ja, ja. Dus het is ook nog een groot onbekend ja. gebied hier. En het wil dus niet zeggen, want de ene uh, antioxidant in bijvoorbeeld studies naar uh, herstel en prestatiebevordering die geeft eigenlijk amper resultaat. En een ander op herstel bijvoorbeeld. En een ander doet dat juist weer wel. Hmm. Dus ik zet een overzichtsartikel vanuit een jaar geleden over antioxidanten. Ja. Die heeft echt een tiental stoffen onder de loep genomen. Uiteindelijk concluderen zij: uh, van er is te weinig aanwijzing dat uh, deze stoffen. Nou, dus als je dan extra neemt, hè, want hmm. normaliter zit dit al in de voeding. Oké. Okay. En, uh, kijk, als, je, als je gezond gebalanceerd ja, dieet fruit, eet. Met fruit en met groenten. Ja. En, uh, en bijvoorbeeld, nou ja, Matthijs had het nog over het resveratrol. Matthijs hè, heb je het nu over ja. in onze aflevering die, 100? En die, die noemde hoeveel glazen zijn. wijn moest je niet drinken om aan een dosering te komen. Ja, waarbij dus resveratrol, dat is ook weer zo'n uh, antioxidant. Zo antioxidant. Ja. En dat is het dus met die stoffen. Die zijn vaak onderzocht met uh, ja, uh, hele hoge doseringen. Ja. En dan wordt er een wisselend resultaat gevonden. Maar deze review... Maar He, want, want jij ja. zit nu als wetenschapper ben je sceptisch ja. zeg je de overzichtsartikel en de review zegt er is onvoldoende ja. bewijs mm -hmm. de opportunist zal zeggen hey wacht even ja. Er worden positieve effecten gevonden de, in af en toe daar kunnen we zo even ja dat klopt af en toe wel soms ook negatief maar die zijn best wel klein en uh, ja en, de, en dan is altijd een beetje de vraag van omdat we toch niet weten welke dosering je precies moet nemen ja uh, is het nu nog te vroeg om te zeggen alle, aan alle atleten: nou, slik dit en dit, of uh, neem kersensap of een gel? Dat is een beetje ja, de, hoe, de, hoe de houding dan van de wetenschappelijke, nou ja, wetenschappers is. Ik maak hier even een kleine cliffhanger, want jij zei dosering. Jij zei net 100 tot 200 ja. kersen. Die moet je dan ontpitten. Aan het eind van de aflevering ja. hebben wij nog een leuke gadget voor onze vaste luisteraars. Leg ik je uit hoe je die kan krijgen. Ja. Even, antioxidanten. Ja. Dat is één van is de een. Ja, stoffen die erin zit. Want ja. ik las, ik heb me ook een beetje ingelezen, ja. dat er nog een samenstof ja, in zit. Ja, er wordt altijd antioxidant en anti-inflammatoire, ontstekingsremmend. Ja? Die worden vaak in één adem genoemd. Dat snap je nou ook wel, omdat ik uitlegde dat witte bloedcellen produceren als onderdeel van hun ontstekingsreactie. Vrij radicale, ja. dus eigenlijk om die, uh, die indringer weg, uh, aan t, uh, weg te werken. Ja. In dit geval is het wel interessant, omdat ik las en dan, ja, goed, ik weet niet of het ja, nou ja, goed. Ik denk dat het echt zo is. Uh, <laughs> het, dit uh, is een interessante uitspraak van een wetenschapsjournalist. Ja, nou ja, ik las, maar ik weet niet zeker of het echt zo is. Antioxidanten zijn een beetje, nou ja, een beetje moeilijk, omdat zij gewoon ja, breed zijn. Hè? Ze ja, vangen ja, elektronen ja, 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 ja. weg. Ja. In dit geval gaat het echt om een en 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 enzym, wat wel bekend is, denk ik, bij. Uh, Doktoren met name en uh, misschien wat uh, uh, meer biologisch ingewijden. Uh, het Cox2-enzym is een uh, cyclooxygenase 2. Je denkt, oh, je lost me. <laughs> ja, maar dat is een hele belangrijke als je praat over ontsteking, want dat zet uiteindelijk uh, maakt de aanmaak van prostaglandines en prostaglandines. Ja, dat zijn eigenlijk de sleutel. Uh, stoffen bij ontsteking, maar ook bij uh, het ontstaan van pijn als jij uh, nou, een ontsteking hebt. Oké. Okay. En uh, daarom, de, als jij een aspirine neemt, ja. dan... Dan uh, grijpt die daarop die aan. Die grijpt ook op COX-2 aan. En ah. eigenlijk een anthocyanine heeft ook, die grijpt ook op COX-2 aan, die remt dus COX-2. Dus het zou pijn verminderen. Ja. Kersensnap vermindert... Pijn en ontsteking. Nou ja, dat, dus die okay. is gevonden. Dus dat als je maar praat over fijn verminderen, de... denk ik, ja lekker. Ja. Ontstekingsremmen, denk ik meteen. Wacht even. Cas Fuchs, koude benen in ja. het water of uh, benen in het koude water. Daar hebben we toch juist geleerd dat uh, die ontstekingsreactie ja. in de spieren, kleine micro-ontstekingsreactie, het proces is waardoor je spieren sterker worden. Dat is misschien de, precies het de punt, denk ik... wat veel wetenschappers ook zeggen... van, uh, ja, korte termijn is het misschien fijn... om de ontsteking weg te halen... als jij diezelfde dag nog moet, moet presteren. Of in het geval van fingerguard, die wielrenners... de dag ja, erop, dag, op, dag, op, dag, dag op, in, dag. dag uit, drie weken lang. Maar als jij toch voor een trainingseffect gaat... en dat, uh, dat zei kas, inderdaad... dan hoort die ontstekingsreactie erbij. Dat, uh, je wil uiteindelijk sterkere spieren inderdaad krijgen... En in hoeverre uh, ja, in, ja, interfereer je daarmee door die ontstekingsreactie dus, te remmen? En waarom, ja, daarom worden eigenlijk die NSAID's, dus eigenlijk die, uh, de aspirines, ja. dus de, de non-steroidal ja. drugs, gewoon eigenlijk de, de normale ibuprofenen ja. en de aspirines. Die worden altijd gezegd van ja, neem die eigenlijk niet als jij aan het trainen bent. Omdat dat die, uh, die reactie. Adaptatie uh, uh, ja. remt. Hetzelfde als dus, met, met in de koud bad stoppen. Ja, zegt als we ook. dit ja. nou Ja, want dan zouden we die wielrenners ja. Verdorie ook weer doen. Ja. Dus als we dit nou toepassen op de casus, Tour de Fransrenner. Ja. Dan zou je dus zeggen, tijdens de Tour de France ben jij niet bezig. Met sterker worden, is het enige wat telt. Klaar zijn voor de volgende dag. Ja, ja. Dus daar zien we ze in een koud bad ontstekingsremmen. Uh, Bloem, ja. blo weet ik veel. En daar zien we ze dan ook aan de kersensap. Ja, ja. Als deze wetenschappelijke basis doorgetrokken zou worden, dan zou dat moeten betekenen dat ze bij een normale trainingsweek niet aan de kersensap zitten. Klopt. En dat is precies uh, wat Ed uiteindelijk. Want daar had ik even een Adblock mailwisseling. moment. Het de, Degene die mail. Dus die concluderen eigenlijk. Als Kerstensap dan dan werkt. Daar hebben we het zo over. Wat doet dat op dat acute herstel? Ja. Dan zou het we dus... hebben het nog over? Ik dacht dat we het daar al over hadden. Nee, ja. want we hebben het nog niet gehad. Of het herstel echt bevorderd, natuurlijk. Okay, uh, ja. Dan is het zinnig om het te nemen tijdens een midweekse fietstrip met je vrienden. Ja. Maar in voorbereiding op die midweekse fietstrip uh, liever niet. Nee. Ik moet zeggen, dat laatste is, is niet specifiek onderzocht nog voor kersensap. Of het inter interfereert met de adaptatie. Dan moet je eigenlijk die. die, die... Even twee snelle woorden. Adaptatie, dus dat proces dat je spieren zich aanpassen ja. in plaats van ja. alleen maar herstellen. Ik dus dan iedere keer als spierabouw. wij het hier in de podcast ja. over het woord herstel hebben, ja. wordt de hele tijd dat onderscheid. Hè? Is het het um, klaar zijn om weer te sporten of is het het aanpassen aan de training? Ja, en dat op, er wordt op manier, verschillende manieren onderzocht. Dus Cas kijkt met eigenlijk gelabelde aminozuren. Uiteindelijk worden die ingebouwd in de spier ja. en vervangen die dus de... De spiereiwitten die uh, Dat is zijn, die... in Maastricht. Ja. En dan pas kun je echt iets zeggen: ja, ik zie uh, spieropbouw, ja. spieraanmaak. Herstel je wordt op andere manieren onderzocht. Dat is eigenlijk een uh, paar dingen: die, uh, je vraagt aan iemand: hey, heb je spierpijn of hoe voel je na een inspanning? Je meet markers van spierschade. En dat zijn vaak uh, enzymen die vrijkomen als een spier uh, beschadigd is ja. in het bloed. En het derde is gewoon het meten van uh, spierkracht eigenlijk. Kijk, uh, idealiter zou je iemand, bijvoorbeeld een uh, duursporter... de dag na een inspanning nog weer op de fiets zetten... en te kijken van, hey, kan, hou je dit weer 20 minuten vol? Nou, dat, dat kan niet. Dus je, je zoekt naar, naar makkelijke manieren. Dat is eigenlijk maximale kracht dat iemand in zijn benen kan genereren. Ja. Bijvoorbeeld uh, uh, door te laten springen, dus een ja. sprongkracht. Uh, als die bijvoorbeeld na een dag... Iemand minder hoog springt of dat hij minder uh, aantal kilos kan uh, drukken. Dan kun je concluderen: jij bent nog niet volledig hersteld. Ja, en ja. dat, uh, nou, dat meestal gaat daar toch wel uh, bij een zware inspanning. Dat duurt twee, drie dagen voordat het dan helemaal terug is die kracht. En dat zijn eigenlijk de maten waarop gekeken is, ook naar bijvoorbeeld kersensap. Wat doet dat uh, op herstel? Voor ja. ja. Wat hebben we gevonden? Nou, en uiteindelijk heel veel studies. Uh, maar dat Heel is wel... veel studies, he, ja. Jurgen. Jij wil voor onze kijkers op YouTube graag ook iets in beeld ja. zetten, he, Jurgen. En juist ook omdat ik daar of waar wetenschappers nu? mee. Uh... Sander, kijk, nu wil je het nu laten zien? Ga je het er nu over ja. hebben? Ja, hier komt hij aan. Dit ja. is een, een zogeheten Forestplot, want we hebben het al eens over meta-analyse. Even forest. voor onze luisteraars, er staat nu een slide voor. Waarvan <laughs> ik zei tegen Jurgen: wat? Hoezo wil je dit laten zien? Ja. Ik, ik zie alleen maar. Ik zie dat het een tabel is. Maar ik kan niet eens lezen wat de koppen zijn, laat ja. staan waar ik naar kijk. Nou of ja, je, kijk, plot. je hebt natuurlijk uh, eigenlijk reviews, die vatten eigenlijk de resultaten van een aantal studies samen. Want jij, jij zegt altijd: één studie is geen studie. Nee, dat zeg jij altijd. Ja, oké. Okay. <laughs> um, maar meta-analyses die gaan een stap verder, die proberen eigenlijk uh, echt nog waarde te geven aan studies. Waarbij bijvoorbeeld een studie met minder. Proefpersonen telt iets minder zwaar mee oh, dan dus ja. eentje met meer proefpersonen. Een beetje gewogen gemiddeld. Ja, en zeg maar. die filteren dan ook wel echt uh, bijvoorbeeld uh, de, 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 de studies eruit waar bijvoorbeeld geen placebo was, et cetera. Ja. En uiteindelijk durven die dan uit een, een gemiddelde aan te geven. Wat je bijvoorbeeld krijgt is als je een studie hebt met zeven proefpersonen, ja, dan kan je natuurlijk op je klompen aanvoelen. Met statistisch is dat best wel lastig als het een klein effect is om ja. daar dan een, een significant verschil van te vinden. Ja. Maar soms heb je wel een iets dat je denkt: ja, maar het is, zit, iets. Het is er zit misschien iets. En dat doet uh, dat, dat doen deze die meta analyse ook. Vooral als je dan veel studies hebt en wat ze doen is ze maken een forest plot heet het dan. Ik zou bijna zeggen, maar noem het een tree plot, waarbij je een een stam hebt ja. die je natuurlijk een verticale uh, stam in het midden. En die geeft eigenlijk, aan de ene kant zegt hij aan, ja, kerstensap werkt. Aan de andere kant, kerstensap werkt niet. Of placebo werkt beter. Oké, okay, dus want, jij zegt, we hoeven ook niet al die tekst op die slide nee. te kunnen lezen. We moeten alleen maar kijken naar die verticale lijn. Precies. En die streepjes links en rechts. Ja, want die streepjes zijn dan de takken. En je ja. kan je voorstellen, als alle takken dezelfde kant op staan. Ja, dan is het overduidelijk, ja, eenduidig dan, bewijs. Dan die, Word die je die nat als het regent, als we dat zouden ja. onderzoeken, alles staat rechts. Precies. Is dus, links nee en rechts ja? Uh, Op de, deze takken? Nee, want uh, oh. links is positief voor kersen en oh. rechts is uh, eigenlijk uh, positief voor placebo. Maar als ik nou door, de, door mijn wimpers kijk, dan durf ik eigenlijk nog niet te zeggen: ja, lastig, is het hè? nou overtuigend links of ja. rechts? Maar nou, volgens ja, mij, de dan, meeste zitten wel ja. links, toch? Het dus die zeggen stuk, effect. Het zijn een stuk of dertig studies, inderdaad. Ja. En daar dan kijk je naar die uh, de, de, de diamanten, wat dikker gedrukte dingetje. Uh, ja. Net links van uh, de boomstam. Kortom. Dan zeggen zij: ja, er is dus als ik alles op een help gooi, op die manier en andere statistieken wil loslaat, is er een klein uh, effect van kersensap op. Ja, waarop? We, uh, het voelen van spierpijn. Oké. Okay. Uh, op markers van spierschade en op het herstel van spierkracht. Eigenlijk alle drie die methodes waarin jij zei, waarin we herstel ja. meten, vinden zij positieve effecten. Weliswaar klein. Ja. Maar dan zouden we weer natuurlijk de escape kunnen nemen. Hebben we dan te maken met responders en non-responders? Ja, misschien. En dat daardoor ja. het gemiddelde ja. verkleind wordt. Ja, maar ik wil toch een stap terug. Want oh, zoals jij. Ik werd al, te enthousiast. Als jij ziet, ik zou. Ik vind het heel vaag van. Omdat dit. Het wordt gebiased. Er is een aantal gebiased. studies. Een aantal studies. Wel, er is een, een vooronderstelling. Nou ja, ik weet het niet. Er zijn een aantal studies die super. die de hele boel naar links uh, laten hellen. Okay. En als je namelijk gemiddeld genomen, de meeste streepjes die wijken niet af van de stam. En dat wil eigenlijk zeggen dat er geen, geen, effect. geen effect is. Okay. En alleen het feit van, ja, maar we gooien ze nu allemaal op een hoop. En dan krijg je uiteindelijk. Maar dan is dit toch eigenlijk dan de aanleiding voor de wetenschap. Ik zie bijvoorbeeld in de rechterkolom ja. zie ik een aantal studies echt heel ver naar links. Ja. Dus dan zou je toch nu moeten zeggen: Hé, hey, ik ben nieuwsgierig. Wat is er ja. specifiek aan die studie of die proefpersonen ja, dat, dat het daar dan, zoveel effect ja, had? En dan, dat is, is lastig, omdat dat natuurlijk dan praat je over. Wie waren de proefpersonen? Waren ja. ze goed getraind, minder goed getraind? Welke dosering? Dat kun je hier allemaal niet uithalen. Nee, eigenlijk omdat ze dan, dan hou je niks voor over voor die meta-analyse. De meta ja. zegt alleen, alleen je moet wel uitkijken, dus met die conclusies die zij bijvoorbeeld in een abstract al even zeggen van ja, we, hebben, we, we vinden deze metaline, we vinden een klein effect van. Ja, dat deed denk ik net ook. Van, ik denk ja, he, we zijn ja. er, we hebben effect. Dus, uh, Maar goed, ik ga mee van uh, ja, er is een, een klein effect uh, op. Ja. Maar het is wel echt een, een klein effect. Oké. Okay. Um, nou, nu heeft daar iemand nog op gereageerd in een andere studie. Ja, is dat deze? Nee, tweede tabel? Want die komen ze op. En, oh, en die, die zei: koste. Ja, hey, maar jullie hebben het daar niet goed gedaan. Want of jullie hebben een, uh, de verkeerde selectie. Want jullie hebben eigenlijk al gekeken naar de studies. waarin kerstensap begonnen is. met name na afloop van jouw uh, krachttraining, is het Aha. vaak wel, hè? Dus kersenstap gedronken als herstelmiddel. Ja. ja. En dan vaak, nou, de, meteen daarna tot misschien een week daarna. En uh, die zegt: ja, je moet het niet. Deze zien reactie, als een, deze wetenschapper in reactie. Die je zegt, moet het niet als een recovery drank zien, maar als een pre-covery drank. Ik zag de term in de show notes ja. staan. Hij is leuk, hè? Ja, hij is wel leuk. Wat is dat? Een ja, pre-covery drank. Die zegt dus je moet echt beginnen al een paar dagen voordat jij die inspanning gaat doen. Schijnt dus ga uit. Ja. En want je moet een bepaalde niveaus hebben. Dat kan je ook wel weer voorstellen als die uh, anthocyanine ja. op de plekken uh, terecht moet komen waar die vrij radicale gemaakt worden. Ja, uh, ja dan moet een bepaalde spiegel, denk ik, in het lichaam zijn. Dus die heeft gezegd, nou, volgens mij uh, is het slimmer... Of, ja, dat is eigenlijk de manier om kerstsap te nemen. Ja. Nou, dat is wel interessant, want dan ga je je afvragen... doet Fingerguard dit nou ook? Of maar is dat erop. dan een beetje zoals ik wel eens bekend heb onlangs... dat ik uh, in de week van mijn wedstrijd... een beetje aan de magnesiumpilletjes ga... of dat ik in de week van de wedstrijd... mijn, uh, mijn multivitaminetjes Misschien ga slikken? Misschien wel, maar jij doet het dan één dag of twee dagen. Een paar en, dagen, ja. En in dit geval zeggen ze... nee, je moet echt drie dagen van tevoren beginnen, minimaal... En tot zeven dagen daarna. Daar pleiten zij voor. Maar wat is je... dit nou voor een bijzonder specifiek protocol opeens. Ja, Hoe komt hij ja, ja, aan, ja, aan bij? Omdat mensen, wetenschappers, die weten die, die doen ook maar wat <laughs> puur praktisch soms. Nou ja, sorry. Dat, aflevering dat, nee. 151 opgeplaatst. <laughs> nee. Stop er maar mee. Ik denk dat ze behoorlijk pragmatisch <laughs> ook zijn. Van ja, je moet je proefpersonen terug laten komen naar het lab. Je moet metingen doen. En dan de ene keer zeggen ze, nou, vijf dagen is in dit geval wel genoeg. En de andere keer zeggen ze zeven dagen ja, ja. is wel genoeg, drie dagen van Nou, ja, oké. Okay. Maar dat dus... is toch wel interessant wat hier gebeurt. Dat we dus moeten ook. Ja, ja. En dat, dat kan je bijna niet vragen aan de, de, de gemiddelde sporter. Daarom zijn ja. wij er ook. Dat dus zo'n paper schrijft, je moet vier van de dagen. Vijf, nee, dat schrijft hij niet. Dat is hoe zij de studie hebben gedaan, mm -hmm. waarbij ze effecten hebben ja, en waargenomen. Heeft, heeft ja, heeft zij, is het, volgens mij, heeft een aantal studies die hetzelfde hebben gedaan, daarbij genomen. En dan zegt zij: ja, dan zijn de effecten echt wel wat sterker dan bijvoorbeeld deze review laat zien. Oké. Okay. Om maar punten uh, te maken. Maar eigenlijk, dus, dat is de belangrijke vraag: hoeveel moet je nemen? Ja. Uh, ja, de, kijk, die doseringen staan al vast, maar er zijn weinig studies gedaan die hebben gekeken, kan ik met, met kan 50 ik meer, kersen af of, of ja, met 300? En ja, want een, ja. een klein nadeel is dan altijd, je kan last van je darmen krijgen. Van kersen? Uh, van, bij, bij 100 op een dag wel. Sowieso bij okay, grote hoeveelheden, concentraat ja. of noem maar op. Um, en het andere is van ja, wat, hoe, hoe, hoeveel moet ik, of ja, hoeveel dagen moet ik het dan nemen? En dan ga je ook praten over kosten, natuurlijk, ja, ja, als jij ja, ja, het ja. duurdere spul nou, wil nemen. En, en wat ik spannend vind, ik weet niet of ik deze tegenwerping nu al moet maken. Maar je hebt het gehad over antioxidanten, je hebt gehad over anti-ontsteking, waar hadden we ja. het net al even over. Is er dan ook onderzocht? Als zij nu aantonen, hé, hey, dit heeft effect op herstel. Mm -hmm. Maar dan, dan zien we dus eigenlijk die, die korte termijn herstel effecten. Ja. Heeft er iemand. Hallo Kas Fuchs, ik hoop ja. dat je luistert. Heeft er al iemand onderzoek gedaan wat het effect dan op de wat langere termijn. op bijvoorbeeld adaptatie is? Eigenlijk niet. Niet voor uh, specifiek uh, kerstsap. Nee. 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 Maar wel de algemeenheid over ja. ontstekingsremmende Be middelen. Klopt. En kou valt va daar ook onder. En misschien wel wat andere an antioxidanten. Ik denk wel vitamine C en E ook. Ja. En daar wordt in ieder geval voor ja eigenlijk gezegd nee uh, leuk korte termijn prima lange termijn uh, niet, niet doen, doen adaptatie ja. of de aanpassing uh, verandert nog even wat die uh, ja nou we doen laten we eerst deze deze maar doen deze ja, is ook deze, zo mooi uh, iemand die luistert weet niet waar we het over hebben ja. ik heb een nieuwe tabel op het scherm gezet want uh, we hadden het over herstel maar er zijn dit ook studies dit is ook een boomplotje herken ja, ik nu er zijn ook studies gedaan die hebben gekeken hé, hey, maar als ik het nou tijdens mijn inspanning neem oké okay, ja en dan uh, acht studies gevonden. Ja. En uh, uiteindelijk, ja je ziet, <laughs> ik vind het wel grappig. Alles naar rechts. Nee, ja, ja. Alles. Uh, Hier kan ik overlappend het wel lezen. Met de boom. Ja, alles met, gaat de, de door de stam. stam. Jawel. Behalve één studie. Ja. En dan gemiddeld genomen kom ik uh, rechts uit. Ja, favors cherry juice ten opzichte ja. van placebo. En zij concluderen ook lekker van, nou dus je kan het prima tijdens inspanning nemen. En dan denk ik, ja, maar als zeven voor studies wat, voor wat, voor wat. Om beter te presteren. Ze hebben gekeken. Wat is en, de, de nou ja, maat waar ze naar kijken hier? Soms is het VO2 max, maar meestal is het gewoon prestatie. In dit geval ging het om de studie die echt, dus dat significant, die echt rechts van de stam staat. Ja. Dat is een studie bij marathonlopers. Hey. En dan uh, bij de Londen Marathon 2008 hebben ze van tevoren 20 lopers verdeeld over twee groepen. Hm, en de ene op. groep uh, die kreeg dus uh, kersensap. Ja. En de andere, of een bepaalde vorm uh, aangeboden. Nou ja, dat is denk ik toch wel goed om te noemen. Want iedereen denkt: gewoon kersensap. Nee, uh, kijk, Amerikanen, de, de meeste studies zijn in Amerika, Het gaat om tart-cherry. Tart-cherry. Ja, en tart-cherry, dat zijn eigenlijk van die zure kersen. Morelle eigenlijk... Uh, ja, in Amerika hebben ze over de mond... Morancy kers En ook de Ballaton-kers... Die, uh, die doet het goed. Het is toch wel fascinerend... Hoe diep jij een bepaalde onderwerpen kan verdiepen... Ja. Waarom podcast. die kers... Hebben die meer enthousiasme... Waarschijnlijk niet... En want ze zeggen, ja, we zijn nou eenmaal begonnen met die kersen, omdat die veel voorradig waren. En waarschijnlijk de fabrikanten, die wilden er vanaf. Die hadden gewoon ja, een overschot. Ja, ja. Ja, Zoals ze nu maken. in Frankrijk ook al die wijn moeten wegmieteren, omdat ze te veel hebben. Ja. Hebben ze gedacht van, ja, dan gaan we het maar eens onderzoeken in geconcentreerde vorm of noem maar op. Dus als jij zegt, hé, hey, maar ik neem de kersen uit koten voor de anthocyanine, waarschijnlijk is dat ook prima, als je er dan wel honderd van eet. Maar oké, okay, de marathon... Het leuke is, die studie was eigenlijk alleen maar aan het kijken naar herstel. Zoals nou ja, wij het over hadden. Maar die hebben ook wel in een eerste tabel iets gezegd over de prestatie van die twee groepen. waarin zij uh, al dan niet, die tien kerstsap gaven of, uh, of niet. Ja. En zij meenden van, nou, die, we, die gaan we matchen van tevoren op. Uh, uh, ja, training en uh, misschien andere parameters. Misschien uh, uh, nou ja, uh, ja, 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 ja. resultaat in het verhaal. niet vergelijken. En toen zei ze: Nou, we gaan uit van dat de ene groep die komt uit uh, op 3:41 van de uh, die die kerstsap nemen. En de andere groep die moet ongeveer uitkomen op 4. Waar hebben nou over uur op de marathon? 3:41. Maar dit zijn. Twee keer tien willekeurige ja. mensen, willekeurig getraind, willekeurig talent. Dan ja. kan je er niet van zeggen: jullie moeten allemaal op deze tijd uitkomen. Nee, daar hebben ze geschat. Dat was een schatting. Ja. En uh, aan de hand, denk maar van ik... zij zeiden: gemiddeld gaan jullie 20 minuten sneller over een marathon. Nee, doen dan nee die zij wilden gewoon eigenlijk zeggen: die groepen zijn hetzelfde. Oké, okay, dan accepteren we. Ja. van dat uiteindelijk er een verschil lijkt te komen van 3,41 van 20 minuten. Maar dat telt. Daar ging het hun helemaal niet om. Nee. Maar nu is het grappige. Uiteindelijk hebben ze ook gekeken, wat deden die daadwerkelijk? En, da en toen was het van, hé, hey, uh, ja, die kersenmensen, die kwamen zeven uh, minuten langzamer uit dan geschat, 3,48. Maar die placebo-mensen, die kwamen op een kwartier later uit dan hun schatting. Oh. Ja. Dus iedereen had het zwaar, wil je maar zeggen? Ja, dus de omstandigheden waren zwaar ja, waarschijnlijk, ja, 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 ja. et cetera. En nou ja, de ene groep van tien en de andere van tien, nou ja, gemiddeld genomen. Nu is het leuke, in die studie gaan ze hier verder helemaal niet op in, omdat zij zich zeggen van wij, wij waren helemaal niet bezig met prestatie, we waren bezig met herstel. Mm. Alleen die meta-analyse, deze, die heeft ineens dit plaatje erbij gebracht en heeft gezegd, ja, kijk maar, die ene groep, die, uh, die doet er 3 uur 48 over en de andere 4 uur 15. Ja. Zonder te zeggen van oh. van tevoren was al... Is Ik niet denk, waar ga je nou toch heen met dit verhaal? Van tevoren is helemaal niet getest of ze even hard liepen. Nee, nou, waarschijnlijk dus deze is, dat jij, dan niet jij haalt dit er... eigenlijk ja. aan uit. Wij kijken op YouTube met jou mee naar een boomdiagram ja. waarbij één duidelijke outlier is, ja. waarin één duidelijk beter presteert. En nu zeg je, de, als je daar dus dan goed induikt, zie je dat dat nergens op slaat, ja. want dat werd helemaal niet onderzocht. En die ene outlier die maakt zelfs dat deze... Uh, dat misschien wel het hele gemiddelde is ...onderzoekers concluderen, ja, het is prestatiebevorderend. Ah... Dus ja, je moet wel heel kritisch zijn. En, dus dit is een gevalletje, ja. ik heb iets gelezen dat nou ja, ik weet niet over het waar is. En wat zij dan zeggen, waarom zou dit zo zijn? Nou ja, dat is, nou dan kom je over die algemeenheden, antioxidant en uh, anti-inflammatoire. Nou ja, tijdens prestatie, ik heb weet je daar niet. niks aan, volgens mij. Maar dan hebben ze het ook over het feit van, ja, omdat het een laag glycemische index heeft. Ja. Dus het schijnt toch wat langzamer te worden opgenomen dan bijvoorbeeld een, een echte gel of zo. Hè? Ja. Dus het is meer een banaanachtige, ja. terwijl we in het verleden hebben al over gehad van ja, mijn glycemische index is helemaal niet zo handig. Je wil eigenlijk uh, glycemische index gaat inderdaad over hoe snel het door je metabole, eh, door, ja, door je maagdarmsysteem ja, uh, wordt, wordt opgenomen in het bloed. Ja. En het andere is dat het mogelijk uh, bloedvaten extra verwijt. Ja, dan zou het uh, op dezelfde manier als uh, bietensap. Uh, bietensap werken. Ja. Okay, Kortom, ik, even, even <laughs> een haakje. Als jij het hebt ja. over een studie bij de Londen Marathon met 20 mensen. Ja. Leuke mijlpaal. Wij hebben al meer dan twintig luisteraars en vrienden van de show die met ons meegaan. 29 oktober ja. naar de uh, marathon ja. van Brabant in Etelleur. Die doen niet alle twintig de hele afstand. Er zijn ook best veel mensen die doen de halve afstand. Een aantal er zelfs doen de tien kilometer. Um, twintig. Eh, kunnen wij nog ja. een experiment verzinnen? Uh, dat is de ene vraag aan jou, uh, meneer de wetenschapper. En anderzijds aan iedereen die nu kijkt en luistert. Als je het nog niet gedaan hebt, schrijf je even mee in. 29 oktober gaan we met zoveel mogelijk mensen naar Etten-Leur lekker lopen te lopen. En dan zit ik nog te bedenken, als jij dan een placebo wil maken, dat doe jij dan, hè? Ja. Ja, wat stop je dan in? Dus dan moet je in ieder geval dezelfde geur, kleur, smaak hebben. Ja. Maar als jij daar nou bijvoorbeeld geen koolhydraten in stopt. Ja. Hè? Ja, vind je het gek dat je dan we het langzaam. Koolhydraten. Ja, koolhydraten. Dus ja, ja, ja. ik bedoel, ja, misschien zijn die placebo's ook niet goed uitgevoerd. Eh, zo kan het. Anyhow, ik blijf, uh, ik blijf kritisch. <laughs> ik vind kerstensap heerlijk, maar ik weet niet of per se het. Uh... Liever, uh, liever aan de Cherry Coke, dan nou maar. <laughs> Na afloop. Ja. ja. Of uh, aan de Haribo uh, Happy Cherries. Ja. Hey, we gaan zo even zoomen met Vroemer ja. over uh, wat hij heeft geleerd ja. van zijn Nou ja, mag ik, ik even. Ik heb nog één vraag. Ja. Jij ook. Nou, weet je wat Ik las ook ergens dat er ook melatonine in kersten ja. zit. Of was dat ook een haakje wat jij nog even wilde pakken? Zeker, want we ze hebben ook uh, mensen gevraagd, een hele groep sporters, uh, van elite tot uh, recreanten, van uh, ja, gebruik jij iets van Kerstjeszaal? Ja, dezelfde vraag die we dadelijk pillen, aan, uh, van Guido's atleten horen. Ja, nou, ongeveer 15%, 15 zei ja. En werd ook gevraagd van ja, waarom eigenlijk? Ja, uh, beter herstel. En uh, sommigen zeiden ja, daar slaap je toch beter op. En dat klopt inderdaad, er is gerapporteerd dat. Ja, of het melatonine bevat, of in ieder geval gekoppeld is aan een hogere productie van melatonine. Alleen er zijn amper studies uitgevoerd waar gekeken is of kerstensalp daadwerkelijk. Uh, de of de, de slaapkwaliteit verbetert. Okay. Dus dat is ook zoiets waar waarschijnlijk fabrikanten wel uh, neerzetten van je slaapt er beter op. Of bijvoorbeeld hey, uh, melatonine. Dat zijn telers, hè? Dat zijn geen fabrikanten. het is een natuurproduct. Ja, maar via, <laughs> via uiteindelijk die fabrikanten van... Uh, van die, die flessen. Die, ja. Ja, maar um, melatonine is het slaaphormoon. Ja. Toch? is uiteindelijk ja. het hormoon wat zorgt dat je ja. gaat slapen. Dus ja. als dat er daadwerkelijk in zou zitten... Ja. Dan zou dat dat zit er, ik denk dat er wel werken. in zit, maar de vraag is hoeveel. Oh ja. En is het dan uh, daarmee ook voldoende om inderdaad die, die slaapkwaliteit te krijgen? En wat betekent het dan als wij zo hier op de vrijdagochtend ja. een ja, glaasje we drinken? Een beetje... Ik moet zo gaan opbouwen ja. bij het meer voor de Heuverrug Triathlon. Denk je dat ik daar uh, dommelend uh, over het strand loop? Ja, maar het verkoopt denk ik uiteindelijk wel goed natuurlijk. Hè? Ja, slaap wel, beter, slaap. herstel Iedereen wil beter, slaap. beter, et cetera. Dus, uh... Zijn we nu uh, klaar voor uh, Guido? Ja. Nee, Guido. Hé, hey, niet voordat ik nog even een paar mensen in het zonnetje zet. Want uh, dat vind ik altijd leuk hier in de break. Um, vrienden van de show. Nou, het heeft effect gehad om ze vorige week te gaan noemen. Want uh, meer en meer en meer. <laughs> ik heb hier maar liefst weer even twee bladzijdes met namen die ik even een shout-out wil geven. Als je nu uh, voor het eerst luistert. Je kan onze podcast steunen door uh, een kop koffie in de maand. Of een glas kerstensap in de maand <laughs> te doneren. Via vriendvandeshow.nl slash slimmepodcast. En uh, misschien ken jij wel iemand die dat al gedaan heeft. Uh, ken jij bijvoorbeeld Niels Smit of Vincent Zeebrechts of Jasmijn Faber? Indra deed ook. Tom Bakker. Marijn. Bert Groen. Hé, hey, Bert Groen. De man achter Zo Schoon. Ja, en dat vindt hij leuk. Vincent Zebrechts werd genoemd. Daar fiets ik ook mee. Dus, uh, oh, dat is ook een fiets? Oh, je hebt even in jouw Vincent, fietsgroep uh, even, even Leuk. Ja. ja um, ik heb nog een bladzijde. Uh, Tom. Over Meijeren werd vriend van de show. Johan van den Brink werd het ook. Lotte werd het. Sanne Niemeijer werd het. Dave. Michel Weyland. En Sander Theeuwissen. En dat is weer een weer leuk bruggetje. Die is de een van de organisatoren. Van de, or de, or de, or de, or de Keilstad Triathlon afgelopen weekend. Ja, ja. was weer gezellig, hè? Ja, zeker. Maar jij was er niet. Oh, nee. Maar ik wel. <laughs> ik was er dus het uh, was weer. Een... <laughs> 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 Goed. Genoeg uh, Hilariteit. Ik uh, pak nog een slokje. Ik uh, steek nog een happy cherry in mijn mond, denk ik. En dan gaan we zoomen met Vroemen gaan zoomen met voemen! Zoom, zoom, zoom! Vroom, vroom. Guido! Hey, goedemorgen! Guido. Hey, goedemorgen heren! Hey Guido, goedemorgen! Hé, hey, um, dat landgoed van jou, hè, daar in de polder naast Leusden, staan daar een beetje kersenbomen op? Nou, sterker nog, ik heb zelf een twee kersenbomen. Ah. Aha. En dan weet je als geen ander, wanneer geeft de kersenboom uh, zijn kersen? Wanneer uh, zijn die rijp? Ik ben al te laat nu. Ze zijn allemaal al weg. Ja, hè? Ze beginnen al vrij zo, vroeg, hè? Ja. Ja. Wanneer? Juni, of zo, toch? juni nee, of zo? Eerder, eerder, eerder. eerder, eerder. Juni. En oh. uh, ben in juni jij in, in juni gaan plukken en heb je daar een uh, mooi sapje van gemaakt voor jouw atleten en voor jezelf? Ik moet eerlijk zeggen dat de vogels mijn voorwaarden. Ah. Oké. Okay. En die vogels die zijn super actief natuurlijk geweest. Hè? Snel in het herstel. En, uh, ja, 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 ja. Die niet, die, tenminste, ik kan ze niet bijhouden. Hele fitte vogels ja. heb jij. Voor ja. Mij het kerstensap. Laat ik, voordat we even van jou gaan luisteren. wat jij hebt gevonden uit het onderzoek uit je atleten. Uh, want ik ben veel te bang dat ik dit vergeet. Eerder in de aflevering bod ik al aan. We hebben een leuk cadeautje. Ik liep hier uh, van de week door het dorp. en toen zag ik de Easy Line Kersenpit Ontpitter. Uh, een leuke gadget. Ja, een knipding. Ja, een knipding. Uh, Jurgen heeft eerder in de aflevering al verteld... je moet 100 tot 200 kersen eten. Dan wil je natuurlijk de pitten uit... of je wil de jam van maken. De uh, deal is... ik heb er vijf. De eerste vijf mensen die een bestelling doen... bij ons in de webshop... slimmepodcastnl slash webshop... dan stop ik hem bij in de doos. Maakt niet uit wat je bestelt. Een mok, een boek, een shirt, een buff... Hij past er altijd bij. Dus uh, Goed, ik de pak, eerste vijf ik, mensen die we. Ik hem pak bestellen, mijn telefoon. Ik ga hem <laughs> ja, stellen. Krijgen ja. een gratis kersenontpitter erbij. Handig. Anyway, uh, Guido. Superleuk. We hebben een keer uh, al jouw atleten kunnen betrekken bij uh, een onderwerp. Want ik, ik realiseerde me opeens voordat we met je gingen zoomen. Wij zeggen dan heel vaak: Nou, uh, Guido. En jouw atleten <laughs> ja. gebruiken die kersensap? Ik dacht: Ja, maar hij weet helemaal niet of ik dat doe. Dus jij was op tijd. Je hebt een, een ja. vraagje uitgezet. Dat was zeker een goed idee, dat moeten we vaker gaan doen, denk ik. Ja, wat, was, uh, wat waren de reacties? Um, nou, ik denk dat ongeveer 95% nee antwoordde. Mm. Dat het nieuw, hè, dat was voor heel veel nieuw. Sommigen uh, leggen de link met bietensap. Ja. Het is natuurlijk weer iets anders, maar... Ja. Um, ook ook uh, groente- we... en fruitsap, wil je maar zeggen? Ja. Ja, nou ja, dat wordt ook op een andere manier dan weer toegepast. Mm. Maar die kerstensappen, er waren er maar één of twee die zeiden dat ja, dat heb ik wel eens geprobeerd. Maar niet dat ik daar iets van merkte. Dus ja, daar ben ik ook alweer mee gestopt. <laughs> uh, gewoon kerst eten vind ik wel af en toe lekker. Maar dan is het meer zo af en toe is, omdat het lekker is. Maar niet structureel na nou, zware trainingen uh, om, om bijvoorbeeld herstel te verbeteren. Nee. Want hm. jij hebt wel een, een, een tijdje in het, uh, het wielerpeloton destijds meegekeken. Hè? Kijk, ja. de reden dat we het nu bespreken is toch uh, ja, een kleine media-hype rondom in ieder geval Vingegaard En vorig jaar was het al rondom Evenepoel in de Vuelta. Dat ze toch ineens aan de kersensap zaten. Uh, ja, was het voor jou een verrassing? Of dacht jij van: hé, hey, maar dit, dit ken ik al een stukje langer eigenlijk? Nee, op zich is dat niet iets waar ik al, 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 nou ja, zelf al meer wat mee he, had gedaan. Um, dus wat dat betreft is het wel nieuw. Het is ook meer van. Uh, er zijn wel wat, wat studies geweest die naar de. Ja, wat zit er wat, wat in? Wat die kerstsap dan zit of in andere uh, bepaalde vruchten wat dan um, een voordeel zou kunnen hebben voor herstel, zuurstofopname en dat soort dingen. Mm -hmm. um, maar dan moet ik ook alweer, De studies zijn dan weer niet zo nou ja, overtuigend dat ik denk van nou ja, dat, dat moet ik echt meteen gaan nemen. Nee, en ook niet aanbevelen. Wij zaten zelf in deze aflevering een beetje te goochelen. Jurgen heeft vrij goed onder motorkap uitgelegd hè, de drie mogelijk werkzame stoffen: antioxidanten, anti-inflammatoire, oftewel tegen ontstekingsremmend. En misschien ook nog iets, maar dat is ook onduidelijk met iets met melatonine ja. en dus beter slapen. Waar ja. wij een beetje mee zaten te stoeien... wat ik wel benieuwd ben naar jouw perspectief... als, als sportarts en, en begeleider van topsporters... is die ogenschijnlijke tegenstelling... tussen antioxidanten als signaalstof voor heropbouw, herstel... Dat, dat ontstekingsmechanisme, wat ook helpt bij adaptatie... versus, ja. hé, hey, maar misschien wil je dat ook wel tegengaan... als je op korte termijn opnieuw moet presteren. Hoe, zie jij die, hoe weeg jij die grootheden af? Ja, nou ja, die, uh, door een bepaalde trainingsprikkel... Um, toe te dienen, zul je ook radicaalvorming krijgen, bepaalde reacties krijgen, en met antioxidanten haal je dan weer een hele hoop weg. Mm -hmm. Maar ja, er zitten ook reacties bij die je ja, wel wil weg wilt halen, wat, wat gunstig zou kunnen zijn, maar ja, zo selectief is het niet dat je alle slechte reacties weghaalt en alle goede reacties niet beïnvloedt. Bijvoorbeeld als... Um, uh... Ja, ik denk aan, aan, aan Jetsen als die op de Olympische Spelen uh, of bij een WK. Even voor de nieuwe luisteraars. Jetsen plat, de Paradleet, ja. uh, Paralympia ja. moet ja. ik zeggen. Ja. Of uh, misschien ook de mountainbikers uh, die meerdere wedstrijden in een paar dagen hebben. En dus eigenlijk waarbij herstel voorop staat. En klaar zijn voor de, voor de volgende race. Ja. Uh, over, ja, wordt het dan overwogen om inderdaad uh, het ja. herstel te bespoedigen met antioxidanten? Nou ja, dan ga je in ieder geval alles, alle zaken die uh, het herstel zouden kunnen bespoedigen of verbeteren, die ga je in ieder geval overwegen. Van gaan we dat inzetten of gaan we dat niet inzetten? Mm -hmm. Dus dat, ja, daar horen deze dingen ook bij. En, en um, of je dat dan in de vorm van kersensap neemt, of in pilletjes, supplementen, vitamines, uh, uh, waar het in zit. Dat is natuurlijk de, de volgende vraag. Nou ja, um, als, je, als je gelooft dat, dat uh, de, in, in kerstensap een betere, uh, een, een betere reactie komt... of een beter effect is, ja, dan zou ik dat zeker doen. En als je kerstensap lekker vindt, ook natuurlijk. Dat is natuurlijk nog makkelijker. Ja, wij zijn de, inmiddels van uh, de fles krachtsap, die is op... zijn we hier overgestapt op een blikje cherry-cook. We hebben natuurlijk al lang geleerd dat het beste voor herstel is ook heel snel koolhydraten innemen. Ja. Dus ik zou zeggen, cherry coke als de nieuwe ultieme hersteldrang, toch? In de context, ja. hoor ik jou ook zeggen, Guido: in een context dat je dus meerdaags of meerdere keren per dag snel weer opnieuw moet kunnen presteren. Toch? Ja, ja, ja. Weet je, als je één keer in de week moet presteren, dan heb je tijd zat tussendoor om alles weer in orde te krijgen. Hè? Ja. ja, dus. Maar als jij um, een cyclus hebt waarin je twee keer per dag moet presteren uh, en de volgende dag weer, dan wordt de hersteltijd wel lastig uh, om daar nou ja, goed te, van te herstellen. Dus dan moet je alles erbij zetten om ervoor te zorgen dat je weer um, nou ja, je batterij die naar uh, 40% is gezakt, weer naar 100% te krijgen. Ja. Maar er is, ja, wat jij gaf het al aan, veel keuze, antioxidanten, er zijn ja. er tig van, in, als vitamine, als, als een mineraal, als zink, als selenium, ja. of als polyphenol inderdaad, als, zoals in fruit, ja. Uh, zie jij ja. door de bomen het bos nog? Uh, het bos door de bomen, bomen het bos. Vroeg. Ja, 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 nou ja <laughs> op zich, um, nou ja, dat, daar, ik zie dat nog wel, maar het is niet zo dat ik daar dan heel veel aandacht nu aan ga besteden. Um, omdat er niet iets is wat er heel erg bovenuit steekt. Ja, dat dat is een van. Het is natuurlijk ook kerst oud. Oh, dat kan ook natuurlijk helpen. Ja, net als al die andere dingen. Mm -hmm. ja. um, hey, tot slot, uh, Guido. Want we, we regelmatig merken we eigenlijk dit. Hè. Dit bietensap zat er een nuance. Magnesium, ja belangrijk, zat er een nuance. Wat ik dan toch altijd fijn vind om even ook aan jou vanuit je artsperspectief te vragen. Ik roep dan vaak wel. Uh, nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Is dit in, geval, in dit geval zo? Of uh, is hier misschien toch ook een waarschuwing van toepassing? Zegt, nou, je kan ook overdoseren met dit soort stofjes. Nou, als je kerstensap gaat drinken, denk ik dat het wel meevalt. Tenzij je, ja, als je kerst gaat eten, dan krijg je ook wel, als je heel veel kerst gaat eten, is waarschijnlijk ook wel een soort laxerend effect, wat niet heel erg gunstig is. <laughs> ja, dus als jij dadelijk <laughs> dus, de eerste bent met je hè? voorzichtig. Ja, ik zou zeggen, ik heb nu een pruimenboom ook in de tuin ja, staan. Ja. Enorm vol. Dat is niet normaal. Nou ja, als ik die allemaal op moet eten. En uh, misschien zit het in pruimen ook wel. Ja, ik denk dat ik dan wel een probleem heb. Ja, dan komen we terug op de aflevering van vlak voor de zomerbreek. Ja. Drie keer poepen voor de wedstrijd. Hè? Dat ja, het dan wordt er dan wel tien of zo. Ja, precies. Mooi. Hé, hey, volgens mij hebben we dan een, een, een mooie, interessante, maar zeer genuanceerde aflevering. Ja, er is wat wetenschap. Die lijkt aan te tonen dat er gunstige effecten zijn van het eten van kersen. Op het acute herstel. Uh, ja, ja, precies. Op het acute herstel. Ja, we zien een, nee, twee topsporters in de wielrennerij die er blijkbaar bij zweren. Kan ook weer een placebo-effectje zijn. Dat ze zeggen, dat is mijn ding. Voor mij werkt het. En uh, ik draai de concurrentie een rat ja. voor ogen. Ja. Wat we in ieder geval weten, het he speelt een rol in een herstelproces als je snel opnieuw moet presteren. En het is misschien zelfs helemaal niet zo behulpzaam in een adaptatieproces als je in training bent. Dus... Dat is volgens mij de samenvatting, toch? Ja, nou, ik ben op zich wel eens benieuwd ik, eh, naar, naar die drankjes. Dus ik moet ze even gaan zoeken. Jij ja. ja, zijn die, overal uh, uitverkocht, zei al. Nou, als je het. Als je, ja, het ja. Uh, als je het even een poeldrankje neemt, wat uh, vanuit België gemaakt wordt, dan. Uh, die, die kon ik niet die is meer op. vinden. Ja. ja. Nee, maar ik, uh, heb je nou ook atleten gehad die zeiden: Oh, hey, ik, uh, ik wil het weer. Ik, ik ga eraan beginnen, juist. Of uh, naar aanleiding van jouw uh, bericht. Nee, met, juist. Dat zijn meer mensen die zeggen... Oh, maar als het wel doet, dan, hoor, dan wil ik ja, het wel nou ja, ja, van precies. je horen. Hey, ja, nou, <laughs> dat kan ook wel. Want ik, ik ben een van die atleten, Jurgen. Ik zag het natuurlijk in mijn trainingpiek staan. Ja. Maar ik vond wel weer interessant hoe je dat deed, Guido. Want je zei: Je vroeg het en volgens deden er een wetenschappelijke paper bij. Ja. <laughs> ik dacht: Aha, dus er is hier al wetenschap dat het werkt. Ja, want die, dat, nou ja, ja. ja, dat was niet een hele duidelijke ja. studie. Er waren, waren al verschillende vruchten. Er waren ook verschillende groepen. En op verschillende tijdstiften ja. werden verschillende hoeveelheden toe Ja, precies. Ja. Maar voor welwillende dus... atleten die hebben soms de schijn van wetenschappen al genoeg. Hè? Ja, also, de meesten zeiden: Oh, dat is wel lekker. Ja. Klinkt lekker. Dus misschien moet ik dat ook eens proberen. Ik ja. denk ja. dat we gewoon met z'n allen aan de Kersenvlaai moeten. Wat denk jij, Guido? Ja, de Divi heb, ja, heb ik al zo vaak gehad. Dus dat, dan ga ik altijd tot, terug naar Limburg. Dus uh, in mijn dorp uh, zijn die altijd heerlijk. Um, en die kan ik echt wel aanbevelen hoor. En ja, Dus misschien is dat ook wel een, een, een tip voor als je een, een snel herstel moet hebben: gewoon een Kersenvlaai kopen. Ja. Wat is eigenlijk jouw lievelingsvlaai, oude Limburger? <laughs> reisdevlaai met kersen. Ja. ja, wel. was dat al zo? <laughs> nou, in ieder geval reisdevlaai. In ieder geval reisdevlaai en dan kersen oh, on top. Van nou, de... ja, ja, ik snap maar wel. Maar dat is het luxe. Ja, kaan, is het luxe bij carnaval uh, moet je ook snel herstellen, van de, de ene naar de andere. Dan moet je iedere dag dus weer ik uh, denk volle dat prestatie dat leveren. de ochtend beginnen altijd met kersenvlaai en dan... Uh, zo is het. Verderop ja. aan het kerstbier. Mooi, ja. volgens mij zijn we eruit. Oké. Okay. Kersensap, zinvol of onzin was de vraag. Nou, in bepaalde specifieke contexten kan het... lijkt het wel handig te kunnen zijn... maar als algemene, dat moet je doen. Gaan we hier toch zeker dat als onzin verklaren. Um, heb je nou vervolgvragen? Of wil je, net zoals Ed Blok of Jerry Cornelissen... een keer een onderwerp aandragen? Dan ga ik je uitleggen hoe je dat kan doen. Wij zijn uh, te vinden op social media... At slimmerpodcast op Instagram, ook op uh, voormalig Twitter, nu x en vooral ook op LinkedIn. Ga ons daar uh, vooral even volgen op die kanalen. Dan zie je iedere vrijdagochtend een post. Weet je meteen waar de aflevering over gaat, en dan kun je daar uh, duimpjes hartjes op geven, comments onderzetten of je kan ons DM'en op die kanalen. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je in dit geval twee relevante dingen. Eerst van iedere aflevering een eigen pagina. Dan kun je hem. Uh, Kopiëren, door WhatsApp, doorsturen binnen je club of binnen je collega's. En ook op diezelfde website www.slimmerpodcast.nl vind je ook onze webshop. Waar je dus boeken, mokken, buffs, shirts, fanpakketten kan bestellen. En de eerste vijf mensen die dat vanaf nu doen, die vinden een kersenontpitter in hun doosje erbij. En tot slot, je kan ons ook mailen, net zoals blogday op post at slimmerpodcast.nl voor al jouw vragen, opmerkingen, aanvullingen en suggesties. En zo, dat ruimen we eruit. Dan ja. gaan we ons opmaken voor uh, een mooi uh, weekendje sporten en uh, creativiteit. Ik, ik ga, zit ook een beetje vol van al het kerstgebeuren nu op. Jij? <laughs> ja, ik heb hier uh, tot slot, ik had ze wel oh. opengetrokken: ook de nog. Happy Cherries. Uiteindelijk, Guido, is dat <laughs> natuurlijk gewoon het beste, hè? want het zijn gewoon winegums met heel veel suiker. <laughs> dat is nou echt uh, prestatiebevorderend. Ja. Ik, zal, uh, ik zal ze bij me steken voor uh, morgen bij de Heuvelrug Triathlon. We gaan Goeie nu lekker. naar het Henschotenmeer met Sander. Gaan we even lekker opbouwen. Oké, zie ik je morgen. Lijkt me goed. Ja. Volgende week hebben we uh, een mooi gesprek met uh, Puk Alkemade. Leuk. Over ja. sporten in de hitte. Ik weet eigenlijk niet of het dit weekend heel heet wordt bij de Heuvelrug Triathlon. En anders staat hij vast klaar voor volgende zomer. Die week daarna spreken we jou weer, Guido. Gaan we het hebben over EMS, elektromiostimulatie. Spannend. Ja. Guido, dankjewel. Jo. Hoi hey Guido. Oei. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Goed dat je nog even luistert. Met al meer dan 150 afleveringen van de Slimmer Presteren Podcast. delen we aan het eind van iedere aflevering nog een tip naar een andere aflevering. Een concrete tip om slimmer te presteren in jouw sporten. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie en nog veel meer. Jurgen, welke aflevering wil je vandaag onder de aandacht brengen? Aflevering 130. Met special guest Cas Fuchs. Want die vertelde namelijk dat je na het sporten. in plaats van die eiwitshake. Wat de, veel de meeste denken van die, moet, die moeten snel naar binnen. Je ja, eigenlijk veel beter gewoon uh, je suikers moet innemen als jij de volgende dag weer wilt presteren. Oh. Ja, dat komt namelijk omdat uh, na inspanning zijn vooral je glycogeenvoorraden, de, de suikervoorraden zijn grotendeels leeg. Die wil je snel aanvullen voor de volgende dag, heb je ze weer nodig. Maar uh, eiwitten en eigenlijk de aminozuren die erin zitten, die zijn weer handig voor spieropbouw. Maar dat gaat veel langzamer, dus daar is veel minder haast bij. Helder. Ik ga ze even gauw doorluisteren, aflevering 130. Oké. Okay.